Hoi, mijn naam is Gerard Schuurman en ik sta hier namens Downtown. En hier heb ik een nieuw board voor je. Dit is de Golden Orca. Ik heb ook video's gemaakt over de andere boards van Travis Reis. Hij heeft 3 Pro models. Namelijk gewoon de T-Reis Pro, de Orca en nu ook weer de Golden Orca. Ik ga kort even vertellen wat er anders aan is. En eigenlijk vooral ten opzichte van de normale Orca. Omdat dit eigenlijk gewoon de grote broer, volgende stap is van de Orca. Golden Orca, zoals het al zeggen, Golden, de net even iets betere. Afhankelijk van wat jij ervan wilt. Wat ze eigenlijk hebben gedaan is, ze hebben hem wat stijver gemaakt. En dat hebben ze door een aantal dingen te veranderen gedaan. Ze hebben namelijk basalt hebben ze eraan toegevoegd. En dat hebben ze in een 45 graden web gelegd. Dat wil zeggen dat door dat hele board heen basalt naar de zijkant van het board gericht ligt. Waardoor die lekker direct wordt, waardoor die veel dempt. En ja, je kan eigenlijk basalt zien als een soort materiaal dat tussen fiberglas en carbon in zit. Dus het maakt het board eigenlijk gewoon wat levendiger, dempt wat beter, zorgt ervoor dat hij niet gaat trillen. Zorgt ervoor dat hij niet zo snel gaat trillen. En zoals ik al zei, het is eigenlijk een beetje de wat stijvere, wat upgebuffte variant van de oorspronkelijke Orca. Als jij het leuk vindt om wat sneller te boarden, toch ook nog op de piste te zijn, lekker off-piste, hard door te knallen, nog steeds wendbaar te zijn, dan is eigenlijk de Golden Orca een net iets leukere optie voor jou waarschijnlijk. Hij heeft een C2X profiel erin zitten, dat wil zeggen dat hij gewoon die rocker heeft die we gewend zijn, maar dat hij net even wat meer camber aan het uiteinde krijgt, waardoor hij net wat levendiger aanvoelt. Dit is overigens dezelfde shape als die in de normale Orca zit. Maar in de T-Reis Pro vind je de C2. Die is ietsjes minder camberachtig, wat meer rocker nog. Al met al zorgt dat er gewoon voor dat hij heel veel grip heeft. Zeker in combinatie met het Magna Traction, wat we gewend zijn van de boards van Liptek. Een soort bobbeling in de staalkant, zodat hij gewoon wat meer grip houdt als jij op ijzige plekken op de piste komt. Merkt het verder niet, maar ja, het geeft wel iets meer grip als jij op... je merkt het niet als jij in de goede condities aan het snowboarden bent. Je merkt het pas als jij op ijs terechtkomt. Daar ineens heeft hij gewoon meer grip dan een ander board. En dat willen we natuurlijk eigenlijk allemaal. Dan heeft hij nog een eigenlijk iets betere base. Ze noemen het de Eco Sublime Sintered Base. Het is gewoon een sintered base. Alleen ze hebben hem nog sneller, nog sterker gemaakt. Als ik heel kort door de bocht ben, is dat eigenlijk gewoon wat het is. Sneller, sterker. Hetzelfde gaat op, zorg ervoor dat je hem goed gewakst houdt, dan blijft hij ook zo snel, dan blijft hij ook zo mooi sterk. Mocht je nou meer willen weten over dit board, kom dan vooral even langs in de winkel, dan vertellen wij er graag meer over. Laat hem even aan je zien, kan je hem even vasthouden. Mocht dat nou niet kunnen, kijk dan even op www.downtown.nl voor meer informatie. Dit is de Liptek Golden Orca, nieuw voor 2021-2022.